Yep. On it. In de Amerikaanse hoofdstad Washington hebben Trump-aanhangers het Capitool bestormd en sommigen zijn binnengedrongen. Dat gebouw is nu afgesloten, niemand mag er meer in of uit. In het Capitool zit het Amerikaanse congres, dat vandaag de verkiezingswinst van de aankomende president Joe Biden officieel maakt. Dat is nu even gepauzeerd. Buiten staan duizenden demonstranten en zet de politie traangas in. Trump en zijn aanhangers zijn het niet eens met de uitslag van de presidentsverkiezingen. In een toespraak zei Trump vandaag nog dat hij de winnaar is. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. ACAF.